de winnaar, vrienden, ja, van de 1 april grap van dit jaar, ja, die gaat naar mevrouw Leeflang van de NPO, de voorzitter. Ja, die pakt ineens, heel onverwacht, pakt ze de 1 april grap. Niet te geloven, heb je nu gezien naar nou, het programmaatje Buitenhof. Weet je wel, met die uiterst onbetrouwbare dwanhuis. Daar zat zij, ja. En die begint me daar een beetje te kwekken zo, die Leeflang. Ja, kijk, want jullie en ik, wij weten gewoon dat die programma's van de NOS, hè, Journaal of Nieuwsuur, die worden allemaal een beetje overgoten met een sausje van de deugdneus en politiek correct. Dat sausje zit er altijd overheen. Zij willen ons altijd, ook bij het journaal, in tussenzinnetjes of met één woordje, even vertellen hoe wij moeten denken. Ja, en bij Nieuwsuur hebben ze daar ook een beetje last van. Maar goed, dat was onze Leeflang even vergeten. En die zei dus, gewoon in haar geestigste moment van het jaar, zegt zij, ja, het is belangrijk dat de publieke omroep blijft bestaan. Ja, want vooral met het nieuws van de NOS, want de NOS brengt het nieuws altijd betrouwbaar en onafhankelijk. Ah, is hij goed? Is hij goed? Ja, hij is goed. Ja, hij is echt goed. Ja, ja. Die Leeflang, ja. En toen hield ze even een pauze. Ja. Want ze dacht, misschien is hij nog niet leuk genoeg. En toen zei ze, ja, neutrale journalistiek. Ah. Ja. Hij is echt goed, hè. Ja, hij is echt goed. Ja hoor, nou. Ik kan niks anders doen dan mevrouw Leeflang van harte feliciteren. Ja hoor, met de allerbeste 1 april grap.